Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is tijd om de ETF-portfolio vandaag uit te breiden. Omdat dit een portfolio is voor mijn pensioen, kijk ik heel ver vooruit. Maar dat kan wel lastig zijn, want wie durft met zekerheid te zeggen hoe de wereld ervoor gaat staan in bijvoorbeeld 2040? Niemand durft dat te zeggen. Daarom kijk ik vooral naar goed gespreide ETF's waarvan ik denk dat ze een hele grote rol gaan spelen in de toekomst. En schone energie gaat in mijn optiek steeds belangrijker worden. Vandaar dat we in deze video een ETF aanschaffen van deze sector, dus laten we snel beginnen. Voordat we gaan beginnen met deze video, ik zie de laatste tijd nog steeds wat comments voorbij komen onder enkele YouTube video's over een mogelijke Discord, of ik bijvoorbeeld er eentje kan aanmaken om daar lekker te kunnen discussiëren. Nou, die Discord server is er al. Als je interesse hebt om te joinen, kijk dan in de beschrijving, staat een linkje naar de Discord, of bekijk even de vastgepinde comment, daar zou ik ook een linkje naar de Discord plaatsen. Goed, de tweede ETF die toegevoegd gaat worden, namelijk de iShares Global Clean Energy ETF. Zon en wind zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen en dat zal er altijd blijven zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de zon of dat de wind plotseling verdwijnt. Dat kan gewoon niet gebeuren. En er is ook geen sprake van vervuiling in de lucht en er is ook geen sprake van CO2-uitstoot. En dat gaat gewoon een hele belangrijke rol spelen om het klimaat te redden. Want oneindig doorgaan met kolen, olie en gas, ja, dat is gewoon geen optie. Dus als ik jaren verder kijk, zie ik schone, duurzame energie een hele grote rol spelen. In Nederland gebruiken we al heel veel stroom, maar merendeel is al duurzaam energie. Er zijn ook heel veel landen die bijna volledig afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als het gaat om stroom. Uiteindelijk zie ik heel veel landen de transitie maken, alleen daar gaat natuurlijk ook heel wat jaartjes overheen. Dat doe je niet zomaar in een jaar, twee jaar of in drie jaar. Dan moet je echt denken aan 10 jaar, misschien wel 15 jaar. In Europa wordt het al een hele lange tijd serieus genomen, want zonnepanelen of windmolens, ja, is gewoon de normaalste zaak van de wereld. Maar in ontwikkelingslanden moet er eigenlijk nog begonnen worden aan een transitie, terwijl in Europa er ook nog genoeg progressie geboekt kan worden. Ze zijn goed begonnen, maar ze zijn nog lang niet klaar. En in Europa maken we dagelijks gebruik van laptops en smartphones, etc. Maar je ziet in grote gedeeltes van de wereld dat nu pas echt opkomen. 10 jaar geleden had je bijvoorbeeld in Europa al smartphones, maar dat waren in bepaalde werelddelen was dat nog helemaal niet het geval. En daarvoor is heel veel elektriciteit nodig. En in die gedeeltes van de wereld merk je vooral dat het opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. En dat is hartstikke schadelijk voor het milieu. Dus de stap naar schone, duurzame energie is belangrijk, maar zoals ik al eerder had aangegeven, gaat dat gewoon heel veel tijd in beslag nemen. Maar dit portfolio is voor mijn pensioen, dus ik heb alle tijd. Maar ik kijk natuurlijk altijd naar de lange termijn als ik aan het beleggen ben. Ook als ik bijvoorbeeld een groeiaandeel aanschaf of een ander los aandeel. Maar dit is natuurlijk een ETF-portfolio. Nou, dit is echt de definitie van lange termijn. Dit is puur voor mijn pensioen en dat gaat nog heel lang duren. En dit is dan een gespreide ETF gespecialiseerd in schone energie met 30 aandelen in de hele wereld. De ETF is in 2007 al geïntroduceerd en elk half jaar zullen ze de posities herwegen. De kosten zijn 0,65% per jaar, maar de transactiekosten zijn niet meegerekend. Die betaal je gewoon aan je broker waar je bijvoorbeeld deze ETF kan aanschaffen. De sectorverdeling is als volgt, bijna de helft in mutsbedrijven. En een mutsbedrijf heeft vaak een monopoliepositie en het bedrijf levert dan 9 van de 10 keer een belangrijke dienst voor het algemene belang. Dus schone energie is daarvan een goed voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld de sociale woningbouw. Dat is dus een nutsvoorziening. Alleen dit is een ETF in schone energie, dus het is natuurlijk niet zo gek dat die mutsbedrijven in de sector zitten van schone energie. Met 36% staat de Verenigde Staten bovenaan, met China op plek 2 met iets meer dan 10%. Maar het is best wel behoorlijk verdeeld wetende dat er maar 30 aandelen in deze ETF zitten. Vaak is dat veel meer, maar schone energie is natuurlijk wel een opkomende sector. Dus je ziet dat er nog niet honderden aandelen zijn die zich richten op deze markt. En schone energie is in mijn optiek de oplossing voor de hele wereld, dus ik vind het ook weer niet zo gek dat er allemaal verschillende landen in verschillende werelddelen deel uitmaken van deze ETF. Plug Power is met meer dan 10% de grootste positie in deze ETF. Sinds 1 december zijn ze met 175% gestegen en daardoor is het ook heel snel de grootste positie geworden.
En elk half jaar zal de ETF weer herwogen worden, dus de kans is zeker aanwezig dat de positie dan weer wat verkleind gaat worden om de balans in deze ETF weer terug te vinden. Want met een ETF wil je eigenlijk ervoor zorgen dat je in een sector zit met heel veel spreiding, maar je wilt ook niet dat één aandeel te groot wordt in de ETF. Want met bijna 11% is de positie twee keer zo groot als de één na grootste positie. Dus daar zou ik ook echt niet van opkijken als de positie binnen een paar maanden wat kleiner wordt gemaakt. Als je kijkt naar de risicometer gaat het van 1 tot 7. 7 is het hoogste risico en deze ETF staat op 6. Dus het risico is wat hoger dan de gemiddelde ETF, maar je ziet wel 9 van de 10 keer als het risico wat hoger is, dat er ook kans is op een hoger rendement. De markt van schone energie is relatief nog een nieuwe opkomende markt, waardoor er dus ook wat meer risico aan vastzit. Het is een beetje hetzelfde als je kijkt naar de markt van elektrische voertuigen. Heel veel beleggers hebben vertrouwen in een transitie, maar dat kan nog jaren duren. Je ziet natuurlijk nu al de auto's rondrijden, maar er zijn nog heel wat jaren voor nodig om ervoor te zorgen dat bijna elke auto een elektrische auto is. Dus je kijkt vooral nog wat er komen gaat, een beetje hetzelfde als een groeiaandeel. Alleen met een ETF met 30 aandelen in dezelfde sector is het wel zo dat je het risico wat verspreidt. Als jij één los aandeel gaat aanschaffen in deze sector, dan is het risico gewoon groter. Dus het is ook een kwestie van persoonlijke overtuiging. Zelf ben ik ervan overtuigd dat schone en duurzame energie echt noodzakelijk gaat zijn. We moeten het klimaat beschermen en overstappen om zodoende meer schade aan het klimaat te beperken, ja, is gewoon noodzakelijk. Verwacht daarom ook dat steeds meer landen overstappen naar schone, duurzame energie, waardoor deze markt steeds groter en groter gaat worden. Maar je moet altijd zelf onderzoek doen. Het is natuurlijk niet zo dat als ik deze overtuiging heb, dat iedereen het heeft. Daarom is het altijd belangrijk om zelf eventjes onderzoek te doen, want ik ben natuurlijk geen financieel adviseur. En voordat we doorgaan naar de Giro, zou ik het echt op prijs stellen als je besluit te abonneren. En een like helpt het kanaal altijd, want daardoor krijgen meerdere mensen deze video te zien, want dan komt het namelijk in het gedeelte aanbevolen. Dus dat zou ik altijd waarderen. En dan gaan we over op de Giro, want daar koop ik namelijk zoals vele Nederlanders al mijn aandelen. Mocht je interesse hebben om een account aan te maken bij de Giro, in de beschrijving staat een linkje. Registreren via de link helpt ook nog eens het kanaal, dus dat zou ik altijd waarderen. Zoals jullie weten ben ik deze serie begonnen met het plan om €500 per maand te beleggen in een ETF-portfolio voor mijn pensioen. Toen heb ik meteen die €500 gestort voor een goed overzicht. Nu weet ik dat ik nog €303 over heb. Ik heb net al de ETF opgezocht, vandaar dat het staat bij recente producten. Nou, dat is net zo makkelijk natuurlijk. Het zit op dezelfde beurs als mijn eerste ETF, dus op de lange termijn scheelt dat kosten. Want je moet namelijk per beurs per jaar een bedrag betalen. Dus als je op heel veel verschillende beurzen zit, betaal je heel veel extra kosten. Dus daarom probeer ik op dezelfde beurs mijn aandelen te kopen. Dus dan druk ik gewoon op koop, druk ik €14,88 en ik koop er namelijk 13. Daar blijft er namelijk nog wat geld over, maar ik zal namelijk deze maand nog een ETF aanschaffen. Maar dat is dus een video die misschien over een week of over 2 weken online komt. Dan druk ik op plaats order en dan zal die waarschijnlijk er meteen doorheen moeten gaan, want ik zie nu ook weer dat de prijs ietsjes omlaag is gegaan, maar het heeft wel 15 minuten vertraging, dus het is altijd lastig om precies te gokken wat de prijs op dat moment is. Druk ik plaats order, zoals je ziet, geschatte Giro kostte €4,10, omdat het namelijk een beurs is met wat hogere transactiekosten. Druk ik op bevestigen en misschien dat het er meteen doorheen gaat. Inderdaad, doorgevoerd 13 stuks tegen €14 en even zien... 86 cent, dus ja, dat is natuurlijk alleen maar puur voor de lange termijn. Je ziet dat de eerste ETF minimaal in de plus staat. Maar met dit portfolio probeer ik absoluut niet te kijken naar de korte termijn. Dus ik ga ook niet elke maand een update video geven over de ETF's. Want dit is echt gebaseerd op 10, 20, 30 jaar. En om dan elke maand een update te geven dat ik zeg, ja, het staat weer een beetje hoger of het staat weer een beetje lager. Daar heeft helemaal niemand wat aan. Dit is puur voor de lange termijn. Dus dat heeft het helemaal geen toegevoegde waarde als ik elke maand een video ga maken van, ja, het is inderdaad nog steeds een beetje rond hetzelfde bedrag. Of iets omhoog, iets omlaag, dat maakt natuurlijk niet uit, maar dan heb ik heel weinig extra in te brengen over de ETF's. Dus voor nu kom ik wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren en ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.